Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag is het weer zover. En vandaag is een hele speciale aflevering. Een aflevering van Koen kijkt naar cursusverkopers. Met een K. Nee, vandaag is een speciale aflevering omdat ik dacht, hoe kan het nou dat al die gasten cursussen verkopen? Dat is toch raar? Waarom doet iedereen dat? Wat is het nou voor onzin? Is er geen cursus om cursussen te verkopen? Ja, nee, ja, dat lijkt me niet. Ja, dat is het dus wel. En daar gaan we vandaag naar kijken. Het is echt, het is weer, ik ben weer dingen tegengekomen. Ik kan er niet eens over praten. Zo raar. Het is echt weer zo vreemd. Zo, het is zo enorm raar. En omdat ik mijn hersenen heb verpest om hier naar te kijken, vind ik dat jullie ook. Vind je het leuk? Abonneer op mijn kanaal. En laat een leuke, dikke, vette like achter. Doe een like. Ik had laatst een jongen bij me slapen en hij... Wat? Nee, dat zegt hij toch niet, hè? Ik had laatst een jongen bij me slapen. Nou, ik vind het wel gewoon tof dat hij meteen de allereerste TikTok die ik zie, dat hij daarvoor uitkomt. Dat vind ik goed. Daar heb ik wel respect voor. We kijken vandaag naar Bas Bogaert. Ik kan niet heel veel vinden van hem vroeger. Behalve 2 miljoen organisch met mijn eigen coachingbedrijven. Ik deel deze kennis om andere coachingbedrijven te helpen schalen 100.000 euro per maand. Hij heeft dus 2 miljoen verdiend met coachingbedrijven. Ik deel deze kennis nu om andere coachingbedrijven te helpen. Dus hij wist gewoon, ik verkoop zoveel Sorry, laat ik dat ook proberen. Dat andere mensen dat ook gaan doen. En mensen kopen dat. En die gaan zelf dan die cursus weer verkopen. Stel iemand met wat hij hier leert, maakt hij weer een cursus hoe iemand anders cursus. Nou ja, dat is een soort oneindige cirkel. Het is gewoon één grote piramide. Schema eigenlijk. Oh, hij heeft een website, maar die is er niet. Bas Bogaert is de meest bedreven coach voor het groeien en opschalen van de winstgevende website en lifestyle. Dit is een fake tekst. Alles wat hier staat is... What the fuck? Wat weet je... Huh? Wat is dit nou? Huh? 23 jaar Bas Yoga is een zeer succesvolle e-commerce ondernemer die in korte tijd een megagroei heeft doorgemaakt na een jaar non-stop ervaring. Na een jaar non-stop ervaring? Wat betekent dat? Na een jaar non-stop ervaring... opgedaan te hebben, denk ik, kwam Bas erachter dat hij het helpen van anderen veel mooier vond dan e-commerce op zichzelf staan. Hij begon een coachingbedrijf in e-commerce, zodat hij andere mensen kon helpen met het behalen van hun online doelen. Op dit moment heeft hij 800 ondernemers geholpen. Moet even updaten. Want hier staat nog 700 tevreden ondernemers. 800 ondernemers bij het opzetten van succesvolle business ziet ze werk als grootste hobby. De zaken gaan goed voor deze topondernemer. Dankzij een flinke portie geloof in zichzelf, al ingegaan op het juiste moment en een vaste groep van echte mensen erheen, leeft hij nu zijn droom. Bas wil de grootste motivational spreker van Nederland worden. Stel je bent bij een of andere serieuze summit of zo. En dan komt deze gozer ineens vertellen hoe je cursus moet verkopen. Dat wordt niet goed. Hij is goed op weg. En in de tussentijd deelt hij zijn succes graag met anderen. Ik ben goed voor andere mensen. Ik help iedereen die dat wenst om een e-commerce doel te bereiken. Een helpende hand bieden maakt het leven zoveel mooier. Was van plan in 2022 een charity op te richten. Dat zich inzet om mensenlevens te redden. In mijn ogen is één leven meer waard dan welk geldbedrag in de wereld. Als je geld hebt, kan je levens redden. Dit is een soort nieuwe vorm van greenwashing is dit. Even voor de duidelijkheid, ik zal even kort uitleggen. Greenwashing is, als het niet helemaal klopt, correct me if I'm wrong, maar volgens mij, dat bijvoorbeeld een bedrijf het heel slecht is voor het milieu, maar dan doen ze één dingetje wat wel goed is voor het milieu. Dus bijvoorbeeld een hele uitstotende fabriek, die allemaal heel veel fabriekdingen doet. En wat ze dan zeggen is van, maar we brengen onze producten rond op een elektrische bakfiets en dat ze dan daar alleen maar op adverteren, terwijl ze wel superveel uitstoot. Dat is een beetje hetzelfde als dit. Van heel veel geld verdienen, heel veel geld. Echt, dat alles gaat er bij hem om geld. Want je ziet hier, 2 miljoen, 100.000, 700 tevreden klanten. Hier, 100.000. Mike Buiten gefeliciteerd. Mike Buiten heeft de cursus gevolgd bij Bas Bogaert. Nou, wat zien we hier nou weer? Ongelooflijk. Nou goed, in ieder geval, het is dus alles draait om geld voor hem. En dan gaat hij zeggen, ja, maar... geld kan ik gebruiken om mensenlevens. Dus koop mijn cursus, want ik kan geld gebruiken om mensenlevens te redden. Wat is zijn website eigenlijk? Heeft hij een website? A few moments later. Oké, via een andere link ben ik hier gekomen. Hij is dus niet te vinden via Google. Wat op zich voor iemand die doet aan organische marketing... niet heel goed is als ik het zo bekijk. Sluit je aan meer dan 50 ondernemers die met hun service business exponentieel groeien door organische marketing. Meer dan 50% ondernemers hebben strategie aan de organic. Maar waarom maak je niet een mooie website? Waarom maak je al die gasten geen mooie website? Je hebt zo'n 2 miljoen omzet. Een mooie website kost echt 10.000 euro. Dan heb je, en zeker zo'n website, er zit helemaal niks in. Je hebt alleen design nodig. Doe dat gewoon. Oh mijn god, zie hier al. Jeffrey en Mike, Carlos, Melvin, Ole. Nee. Is dit... nee. Oh mijn god. Het broertje van Boyd Hoek. Hij ook al. Kan ik deze informatie nergens anders vinden? Nee, deze unieke methode. Dus een methode om andere mensen coaches te maken. Hebben we 1 jaar lang voor onszelf gehouden. Maar dan maak je 0 omzet. Want je kan... dan heb je dus geen andere mensen coach gemaakt. Nu hebben wij organisch 1,2 miljoen omzet weten te genereren. Hoe kan dat nou? Want je business is mensen coach maken. Als je business is mensen coach maken en je houdt het geheim, dan heb je dus in dat jaar niemand coach gemaakt, want je hebt het geheim gehouden. Dus dan kan je nooit 1,2 miljoen omzet hebben weten te genereren. En besef trouwens hoe kouloos slecht het is dat ze 1 jaar lang, stel dit klopt, 1 jaar lang hebben ze dus geheim gehouden, hebben ze 1,2 miljoen omzet weten te genereren. Nou, omzet, ja, dat kan net zo goed 10.000 euro winst zijn, of 5.000 of 1.000, dat weet je niet. Maar 1,2 miljoen omzet, en nu zit hij op 2 miljoen. Dus hij heeft
daarna 700 ondernemers geholpen. En 800.000 euro dan omgezet. 700 mensen. Zou het net alsof het super knap is dat hij 2 miljoen heeft omgezet. 2 miljoen omzet, ja. Je kan 2 miljoen omzet maken en 500.000 euro verlies maken. Dat zegt helemaal niks. En hij zegt ook niet 2 miljoen winst. Nee, alleen 2 miljoen organisch. Omzet. Het is alleen maar omzet. Het boeit er geen ene konjo. Nog steeds niet overtuigd. De prijs is binnenkort verhoogd naar de originele prijs. Willen jou, speciaal, ik, dit is speciaal voor mij. Tijd een speciale aanbod doen. Je krijgt nu het volledige programma met hoofdletter P. Oké. Voor maar 37 euro. Normaal 1000 euro. Ja, het is zo'n goede deal. Implementeer de strategieën die wij je leren en je zal voelen wat er gebeurt. Met een T. Knipoog. Ik vind het ook een beetje smerig eigenlijk. De laatste 6 maanden zijn we in staat geweest om de omzet van meer dan 40 ondernemers te laten exploderen. Ik geloof echt in dit programma. Zijn we overtuigd dat ze helpen je groei te creëren. Ze geloven zo erg in het programma dat ze het nu aanbieden voor 37 euro. Maar je moet nu handelen. Deze aanbieding eindigt snel. Dus scroll naar beneden. Je akkoord met de claim aan de slag gaan met de Organic Marketing Booster. Ah ja, je ziet het. Hè? Het kostte net 1000 euro en nu is het 500. What the fuck? Ik snap het gewoon niet. Nou, we hebben de website gezien. Laten we nu even gaan kijken naar een paar fantastische TikToks van onze coaching. God. Ik had laatst een jongen bij me slapen. En ik weet dat hij het ziet. Ik zal zijn naam niet zeggen. Die staat dan op om een uur of 11, 12. Traint niet, weet je wel. Nou, gaat ik hier en daar over nadenken. Nou, dan gaat hij 5, 6 uurtjes aan het werk. Trekt 10 keer. Tegen wie praat hij nu? Tegen wie ben je nu aan het praten, Bas? Tegen wie praat je precies? Een biertje open. Lekker biertje. Ik trap hem het liefst helemaal in elkaar. Ik word helemaal gek dan. Weet je? Ik denk van, eruit, hè, trainen. Terugkomen, gezond. Dat is zo, het zit er zo niet meer in. Dit is compleet weg bij al die kerels. Niks hoeft meer. Het hoeft allemaal niet meer. Het hoeft gewoon niet meer. Het hoeft allemaal niet meer. Het hoeft niet meer. Ik weet niet precies wat ik daar gezien heb. Maar in ieder geval, het hoeft niet meer. En hij heeft regelmatig mannen bij hem slapen. Dat is wel interessant, vind ik. Vandaag wil ik iets moois promoten. En nee, het is geen sponsor, dus klik niet weg. Ik heb laatst een gouden en platina plaat gekregen voor Stapelgek en je blik. Stapelgek goud, je blik goud en platina. Die ga ik op mijn wc hangen en dat wordt echt superleuk. Maar ik heb jullie hulp nodig. Namelijk het nummer, mijn absolute kindje. Geen Cartier heeft op dit moment 8 miljoen streams. En je hebt, nou, ik denk ongeveer 9 miljoen nodig om goud te gaan. Dus ik heb nog 1 miljoen streams nodig. Dus ik heb jullie hulp nodig en jullie moeten geen Cartier even streamen. Ik ga aan het eind van de video zal ik nog een reminder geven aan jullie. Als iedereen dit kijkt, het nummer 2 keer streamt. Dat duurt 4 minuten. Ik kan ondertussen gewoon wat anders doen. Ja, weet ik wel. Iets anders. Niet TikTokken, want dan stopt de muziek. Maar weet ik. De school of zo. Boeien. Dan is dat nummer goud. Dat zou dan fantastisch zijn. Dat wil ik graag. Dus ik hou jullie op de hoogte aan het eind van de video. Zo, dit kan je nu vergeten, maar straks. Blijf kijken. Ja. Wat is je dagbesteen? Hij is vrijgezel. Oh, dat wil je even melden. Dames die dit kijken en denken. Nou, dit vind ik op zich wel een interessante luchtverkoper. Cursusverkoper, sorry. Zo'n cursusverkoper. Daar wil ik wel wat mee. Nou, goed geluk. Want Bas is vrijgezel. Iemand die zeker niet vrijgezel is, is Mike Buiten. Als hij zijn vriendin elke keer een vraag stelt. Om mijn dag eruit ziet eigenlijk gewoon simpel. 9 uur ga ik eruit. Oké. Okay. 9 uur eruit? What the fuck? 5 uur eruit, vriend. Keihard sporten. Even lekker gymmen. Koude douche. Dan 180 push-ups. Dan nog een koude douche. Dan nog 200 push-ups. En dan granola ontbijt. Ik ga naar de sportschool, dan kom ik terug, dan heb ik een maaltijd. Okay. Dan start ik mijn dag om 12 uur, is gewoon mijn vaste ochtendroutine. Dat is gewoon mijn winst, ook gewoon mijn telefoon-vliegtuigstand. Ja, hij is de telefoon-vliegtuigstand tot 12 uur. Geloof dit ik niet. Kan iemand die hem kent hem een berichtje sturen, en gewoon in de ochtend een keer, om 9 uur, en kijken of hij voor 12 uur reageert, en dat dan naar mij sturen? Dat zou ik echt graag willen, want dit is sowieso niet waar. Dit is sowieso niet waar. Om 12 tot 8 ga ik aan het werk, 8 uur kom ik thuis, ik heb mijn eigen sauna thuis. Ga ik de sauna eigen sauna, in. Lekker. Tot rust. En daarna ga ik op de bank even Netflix of iets relaxen, een boekje lezen en dan ga ik slapen. Boekie. Die ochtend- en die avondroutine, dus die dag starten om 12 en om 8 uur afsluiten. Ja. Dat zijn wel twee dingen dat als je dat inbouwt, en dat vind je echt je... Inbouwt met een T. Hey, waarom heeft jouw stagiair, Bas, waarom heeft hij dyslexie? Dat is niet erg, maar misschien is dit dan niet het handigste om te doen. Dan word je echt wel een heel gelukkig... Dan word je met DT, dit is echt de vernukeratieve... De hele Nederlandse taal wordt vernukt voor dit soort gasten. De punten zijn 100%. Hij heeft weer een podcast in zijn eentje. Maar ik vind, wat belangrijk is, is belangrijk. Echt interessant, met de relatie, is dat het is zo'n weerspiegeling. Het is zo'n, voor een man is het ook zo'n ding als een vrouw zegt, hè. Beste Pietje, ik stop met jou om jou. Hè, om wie je bent, ik wil met jou stoppen. Wij zijn een man, zeg maar. Dus dat is een vrouw, waar wij zijn dan de mannetjes, en dat stopt met ons. Dat doet... Maar waarom praat je nou over een vrouw, Bas? Want je hebt net dat allemaal mannen bij je sliepen. Wat helemaal prima is, dat is helemaal goed, maar is dit wel raar? Wat is het nou? Man of vrouw? Ja, mij maakt het niet uit. We zien allebei. Baby, ook goed. Zoveel over het algemeen met een man, zeg maar. Waardoor die... En dan op de punten waarop je al uit elkaar gaat of die dingen... Daar kan je allemaal wel niet mee eens bent, maar dat gebeurt dan gewoon. Ja, jongens, ik ga dit even opnieuw afspelen voor u. Ja. Tot hier snapte ik het. Een vrouw maakt het uit met jou om jou. Ze vindt jou niet leuk meer. Oké, dan gaan we nu even heel goed, complete focus gaan even opletten wat deze vent zegt. Je bent verdomd met jou stoppen.
Wij zijn een man, zeg maar. Dus dat is een vrouw. De, wij zijn dan de mannetjes en dat stopt met ons. Dat doet zoveel over het algemeen met een man, zeg maar. Waardoor die... En dan op de punten waarop je dan uit elkaar gaat of die dingen, daar kan je allemaal wel niet mee eens bent, maar dat gebeurt dan gewoon. Dus dat moet je ontwikkelen. Je weet dat zijn de punten waar ik me moet ontwikkelen om een volgende relatie in te gaan, sterker uit te komen. Dus ja, een heartbreak nogmaals vind ik wel echt. Heartbreak. Ik heb nog nooit zo'n onsamenhangend verhaal gehoord. Het was uiteindelijk... Wat hij zegt is, als een vrouw bij je weggaat, omdat ze jou niet meer leuk vindt, dan moet je dus veranderen. Nou ja, misschien is zij gewoon niet de juiste vrouw. Maar hij zegt, dan moet je dus veranderen. En die punten moet je dan aanpassen. Daartussen zit een soort van 20 seconden met echt totale lariekoek. Echt complete lariekoek. En ik snap er helemaal niks van. Maar misschien ben ik wel niet gewoon op zijn intelligentielevel. Dat zou het ook kunnen zijn. Misschien is dat het wel. Ik heb hier een keer mastermind gehad. Dus zei ik tegen de mensen, wie denkt dat hij 100.000 euro winst gaat halen dit jaar. Oh, dit is winst. Dit is winst. 1-2 handen omhoog. Zeg, ja. Oké. En wie denkt, als ik nu een pistool op je hoofd zet, dat je 100.000 winst moet halen in een jaar, anders gaat de trigger af. Ja. En is alle handen omhoog. Ja, dat is interessant. Dus blijkbaar kan je het wel. Zeg maar gewoon, als je gewoon werkt en daarnaast ook nog een leven hebt. Stel, je hebt een leuke vriend, vriendin, je hebt vrienden waar je mee afspreekt. Gewoon dat je ook, zeg maar, nog geniet van het leven. Maar ja, dat je dan niet zeker weet of je 100.000 winst haalt. Ja, dat kan dus eigenlijk niet. Want dat kan wel, want eigenlijk als je doodgaat anders, ja, dan kan je het ook. Stel, die Bas in de zaal en die vraagt, wie van jullie heeft er nu zin om poep te eten? Dan steekt niemand zijn hand op. Maar als hij een pistool op je hoofd richt en zegt, oké, als je geen poep eet, dan schiet ik je dood. Ja, dan gaat iedereen wel poep eten. Maar dat betekent niet dat het een logische vergelijking is. Oh, ik word zo boos. Al die handen opsteken staken in het begin. Dat waren specifieke types die alles al een keer verloren hadden. Het allemaal niet uitmaakte. Ja. En de mensen die gewoon een beetje nog zeggen, waren allemaal comfort shit. Ja? Ja. Ja. What the fuck? Wie in de zaal hier wil zijn hand eraf hakken? Wie wil dat doen? Nee, man. Dat hoef ik niet. Nee, ik hou liever gewoon mijn hand. Ja, als je het niet doet, vermoord ik heel je familie. Wie wil nu? Als je je hand eraf of heel je familie dood? Nou, dat was veel leuker in mijn idee, omdat ik dus zo deed, want mijn hand was eraf gehakt, omdat anders mijn familie dood... Nou, goed. Negatief aan die hele industrie, als iets nieuw is... Oh, hij gaat nu praten over de industrie zelf. Ontzettend veel kansen zijn. Dus wat ik ermee bedoel is, iedereen die koopt cursussen van 1.000 euro, of mensen die amper gedraaid hebben, hè. En dat is gewoon natuurlijk een probleem. En ik merk nu in Nederland dat de snelle jongens die echt geen fuck te zeggen hebben, die gaan nu omvallen. En de personal brands met goede branding, goede communicatie, weten inhoudelijk waar ze het over hebben. Deze gast, die blame dus cursusverkoop. Dat is echt heel raar. Dat is, ja, hebben we laatst ook een keer gehad, toch? Hetzelfde dat ik ga zeggen van, ik maak alleen maar video's, dit, dat. YouTubers zijn allemaal heel hele slechte YouTubers, die vallen om. Maar ik blijf bestaan, want ik maak leuke video's. Kijk, het klopt wel, maar ik ga het toch niet zeggen. Ik krijg weinig negatieve comments. Ook op podcast altijd heel positieve comments. Ik vind het heel belangrijk dat je altijd je echte verhaal... Maar hoe onzeker ben je als je dit zegt? Terwijl echt iedereen ziet dat je negatieve comments krijgt. Kerel praat in zichzelf. Wat een liever delusie. Ik zie alleen maar negatieve comments. Misschien comments hier eens lezen. Echt ongelooflijk dit, maar goed. Nou goed mensen, het huilen staat mij nader dan het lachen. Ik vond het weer verschrikkelijk, maar hopelijk hebben jullie wel genoten. En ho, voordat je deze video wegklikt, ga even naar Spotify en stream Geen Cartier. Het zou top zijn als we goud kunnen halen met Geen Cartier. Dan kan ik hem op een wc hangen en het zou echt prachtig zijn voor een nummer wat ik in 2020 heb gemaakt. Lijkt me echt super leuk om te halen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Abonneer. Ik ga nu mijn ogen uitsteken met vorken. Doei!